voorheen zonder lasermachine deden we inderdaad alles gewoon met het mesje en op de snijmat. En het is gewoon ontzettend veel werk. En je kan niet die gedetailleerdheid krijgen die je wel krijgt met een lasermachine. Dus ik kan heel veel met een mesje, maar gewoon in tijd en detail kan je de lasermachine gewoon niet verslaan. Ik ben Patrick Bil, maquettenbouwer voor Team V Architectuur in Amsterdam. En ik werk hier nu bijna 2 jaar. En ongeveer 1,5 jaar met de BRM lasersnijden. Van mijn vak ben ik gewoon architect. En ik heb wel altijd interesse gehad in de maquettenbouw. Ik heb altijd heel veel maquettes gebouwd. In eerste instantie zonder een lasersnijder. En heel veel ook mijn eigen projecten vertaald in maquettes. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om met maquettes bezig te zijn. En met name ook de conceptmaquettes zoals ik dat hier doe. Wij doen met name grote utilitaire projecten, zoals stations, complexere gebouwen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld station Rotterdam. We gaan nu net beginnen met station Zuid hier in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld ook wat hoogbouw hier in Amsterdam, Overhoeks. Project Hout staat behoorlijk in de belangstelling nu. Project Hout is een vrij hoge toren die volledig in hout wordt gebouwd. Wij gebruiken de lasermachine om maquettes te bouwen. En dat gaat eigenlijk in alle schalen. Dus dat gaat van grote sterrenbouwkundige maquettes tot zelfs 1-op-1 modellen. Waar de machine het meest voor gebruikt wordt is toch wel de concept maquettes. Dus dat gaat dan meestal om schalen 1-op-1000, 1-op-500. Om heel snel modellen te kunnen maken en heel snel ruimtelijk inzicht te kunnen krijgen over hoe een gebouw eruit gaat zien. De materialen die wij gebruiken zijn het meeste MDF en acrylaat. En daarnaast komt ook nog wat papier voor en eigenlijk alles wat snijbaar is, dat heb ik wel een keer getest. Maar in MDF en acrylaat kunnen we eigenlijk gewoon wel de meeste modellen maken. Voor ons is het echt een ontwerptool om ook binnen het ontwerpproces dingen uit te testen. En heel veel modellen te kunnen maken om te kijken welke kant we op moeten gaan. Dus het is eigenlijk zoals een tekenaar SketchUp gebruikt om heel snel ruimtelijk inzicht te krijgen in het ontwerpproces. Dat is de grote kracht voor ons van de lasermachine en de snelheid die daarbij komt kijken. Want, waarschijnlijk in een factor 3 keer zo snel kunnen wij modellen ontwikkelen en dat is met name in het begin van het proces is dat heel belangrijk om hier de ontwerpende architecten om te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten. Ik heb op internet heb ik lasermachines gezocht en informatie opgevraagd, zoals ik dat ook bij BRM heb gedaan. Uiteindelijk heb ik een aantal bedrijven bezocht en BRM is daar gewoon qua prijsstelling en kwaliteit en professionaliteit, gewoon uitstraling van wat jullie konden leveren, is daar wel echt uitgesprongen als als de winnaar. BRM heeft hier de machine geïnstalleerd en werkend achtergelaten. En uiteindelijk ga je ook ongeveer een relatie aan met die machine en je leert met elkaar werken. De lasersnijder die doet feitelijk gewoon eigenlijk alles voor de maquettebouw. Ja. Het is nog steeds wel een leerproces. Zelfs na 1,5 jaar ontdek ik toch ook alweer nieuwe dingen. Dus dat houdt het werk ook wel leuk.